127 oldtimers stonden zondag aan de start van de derde editie van de Maas en Waalrit. Vanaf monument Hertekamp in Horssen werd een route van 80 kilometer gereden door het land van Maas en Waal. Auto's van 25 jaar en ouder mochten deelnemen. Een van de deelnemende oldtimers was ooit in bezit van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, maar is nu in Nederlandse handen. Het gaat om de zogenaamde Lagonda 1680 T2 Special.